Voorzitter, er zijn afspraken gemaakt tot betere handhaving van de retentie. Zoals u weet, die retentieregeling is hier in uw parlement ook uitvoerig besproken. Er is een eerste pakket van documentatie van 20 bedrijven die niet voldoen aan die retentieregeling. Dat pakket gaat vandaag of maandag gaat dat naar het Openbaar Ministerie voor Behandeling. Hoeveel dollars zijn in die retentieregeling tot nu toe opgebracht? Voorzitter, de president had gemeld, ik refereer daar graag naar, dat tussen september en maart dat er 75 tot 80 miljoen US dollars zijn binnengehaald aan retentiemiddelen. Dat is niet de target. De target is dat we 26 tot 28 miljoen per maand moeten binnenhalen. We hebben een goede start, maar we zijn er nog niet. Dus we moeten daarmee verder gaan.